deze afdeling maken we stamcellen. Een stamcel is iets wat zich kan eindeloos vermeerderen, maar kan alle cellen in het lichaam worden. En onze keuze is om hartcellen en bloedvaatcellen te maken, eigenlijk om mini-hartjes te maken. Maar wat ontbrak was een manier om andere aspecten van het lichaam na te bootsen. Bijvoorbeeld, een hart klopt. De long ga je ademen. Door bloedvaten stroomt het bloed. En nu proberen we na te bootsen door een heel klein, ja, ze lijken op een chip in je telefoon. En daar probeer je de orgaan echt na te bootsen. Op een chip in haar laboratorium komt dit gekweekte organische weefsel tot leven. We kunnen in de toekomst organen printen. Bioprinten heet dat. Nou, klinkt ingewikkeld, maar dit is een voorbeeld van zo'n print. Dus er is een MRI-scan gemaakt. En de computer kan dat omzetten in iets wat hij moest printen. En zo krijgen we een 3D-print van een hart in plastic. Nou, dit kan je natuurlijk niet in iemands lichaam zetten. Maar als het in de toekomst van zachte materiaal is, kunnen we cellen meeprinten. En dan heb je een levende orgaan. En dat zou grote besparing betekenen, maar ook veel leed sparen.